Harmony St. Cecilia uit Asten begon in 1978 met een opleidingsorkest. En dat betekent dat het opleidingsorkest dit jaar het 40-jarig jubileum viert. Het jubileumjaar begon op zaterdag 13 januari met het verenigingsconcert in gemeenschapshuis De Klepel. Ja, inderdaad. Ik heb bijna geen woorden voor, ik schiet nu al vol. Hoe kijk je erop terug, Els? Ja, het vliegt voorbij. Alleen maar leuke herinneringen. Vooral ik in de begintijd, de jeugdtijd. Maar ja, 40 jaar, dat klinkt echt zo belachelijk lang. Maar ja, het is echt zo. Het is echt 40 jaar. Als je jong begint, ja, dan haalt iedereen daar. En als het een leuke club is, dan hou je dat makkelijk vol. Ja. Rian, je hebt nu al enkele jubileum gevierd, zeg maar. Hè? Maar dit is wel een hele bijzondere, toch? Ja, dat vind ik inderdaad ook. Ik heb ook altijd gezegd, van als je er 40 jaar bij bent, dan ben je oud en dan hou je ermee op. Want ik weet nog dat mijn eerste optreden met het A-orkest was, ook voor een 40-jarig jubileum. En toen had ik zoiets van, ja, dan ben je zo oud, dan stop je. Maar dat denk ik nou toch nog niet aan. Nee. Hoe vaak heb je in zo'n limousine gezeten, Lisette? Twee keer? Ja, Leon was 3 jaar geleden ook jubilaris en toen hebben we ook in een limo gezeten. Oh. Het was niet helemaal een verrassing dus. Ja, niet echt. Nee. Wel een andere nu. Een grote, dan zetten we echt met z'n allen erin. Ja. Is er ook, met z'n allen zeg je ook, is er ook een van de redenen waarom je het ook zo lang volhoudt? Ja, dat klinkt heel negatief, ja, maar... Nee, maar dat denk ik wel. Ik denk het wel. Heel onze vriendenclub is ontstaan uit de harmonie. We hebben allemaal onze mannen leren kennen bij of via de harmonie. Dus ja, dan is het gewoon een deel van je leven en dan hou je dat makkelijk 40 jaar vol, hè? Ja, mocht je eens een dipje hebben, dan houdt de gezelligheid je weer bij elkaar waarschijnlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Heb je altijd hetzelfde instrument gespeeld, Rian? Nee, ik niet. Ik ben begonnen op klarinet. Daarna ben ik overgestapt op trompet. En na 2 jaar vond ik het welletjes en ben ik horen gaan spelen. Dus ik speel nu 38 jaar horen. 38 jaar horen? Ja. Nou, dat is nog een hele lange tijd. Daarom. Lisette, heb je eenzelfde geschiedenis? Ja, ik speel klarinet en ik speel ik eigenlijk nog steeds, maar ik speel ook de basklarinet. Die speel ik eigenlijk meestal in het grote orkest. En de klarinet speel ik echt voornamelijk bij de jeugd. Ja, je hebt de 2 gradaties ook nog waar je meedoet. Els, hoe is jouw geschiedenis van instrumenten? Ja, heel saai. Ik ben begonnen op dwarsfluiten, dat doe ik nog steeds. Ik vind dat het allerleukste instrument wat er is, dus ik zou het niet anders willen. Alleen maar 1 instrument gehad. Dacht je daar 40 jaar geleden ook over? Je begint en is het altijd je passie gebleven? Mijn voorkeur was toen al dwarsfluit en dat wilden de meeste meisjes. Dus het was wel zo van ja. Maar uiteindelijk ja, ik weet niet of toen iedereen ook een dwarsfluit gekregen heeft. Dat weet ik niet meer. Maar ja, bij mij is het wel gelukt dan. Ja. En 40 jaar lang met heel veel plezier. Dus nog steeds. Ja. Rian, naast het maken van muziek hebben jullie ook nevenactiviteiten bij de harmonie. Jouw betrokkenheid daarin? Ja, heel veel. De allereerste kidsproms heb ik mee georganiseerd. Ik heb ik zit nu nog steeds in de opleidingscommissie en in het bestuur. Ik heb concerten geregeld, feestavonds geregeld. Maar dat is ook omdat je met de vriendenclub bent. Er is wel iemand van de vriendenclub die het organiseert. En dan zeggen ze van, oh, kan jij niet helpen of kan jij niet dit doen? Of met de carnaval de kielen maken hebben we ook alweer meer dan 25 jaar geleden gedaan. Dus zo ben je met alles wel heel nauw betrokken. Ja. Ja, ik ruik hier bijna een lintje haast. Hè? En jij, Lisette? Ja, ik heb ook mee concerten geregeld. Jarenlang het clubblad de redactie gedaan. Nu beheer ik altijd de garderobe, regel ik altijd mijn carnaval. Dus ik zei ik wel, en als er iets gedaan moet worden, ik zei ik al altijd wel voor open. Denk je dat het ook nodig is om die betrokkenheid te blijven en ook die 40 jaar vol te blijven houden? Ik denk het wel. Ik denk als je niet betrokken bent bij de vereniging, hou je denk ook niet vol. Tenminste, als je niet betrokken voelt voor de vereniging, dan heb je echt iets van, nee, dan leven we er niet voor. Dus ik denk dat wij er alle drie wel een beetje voor de vereniging eigenlijk leven zo van. Dus, en ook onze kinderen zijn erbij, dus het is eigenlijk gewoon allemaal gezellig. Het is gewoon helemaal geïntegreerd in jullie leven. Els, ik heb jou vaker voor de microfoon gehad. Ik weet, jouw betrokkenheid is ook enorm. Waar ben jij nou het meest trots op wat jij in de harmonie hebt achtergelaten? Nou, eigenlijk, de Kids Proms Maestro, maar het meest trots ben ik op al die leerlingen die op de blokfluit bij mij begonnen zijn, ooit dus. 10 jaar geleden of zo. En komen die langzaamaan, ook in het A-orkest terecht. Dat is echt het leukste. Van die kleine kindjes, groep 4, en die krijgen dan een blokfluitje. En dat duurt een half jaartje. En dan aan het einde kunnen ze een instrument kiezen. Dan kunnen ze het begin van... daar vind ik het meest, daar ben ik het meest trots op. Ja, hartstikke mooi. Nou, dan gaan we toch de toekomst in, want je zegt 40 jaar. Maar
Hoe lang heb je nou doorgegaan? Heb je toekomst, denk ik? Ik hoop toch de 50 ook te halen. Als ik het nou zo bekijk, dan denk ik, dat moet wel kunnen. Ja. Ik ben nog heel actief bij de jeugd en de opleidingscommissie. En dat vind ik nog steeds leuk. En iedere keer zeg ik van, de kinderen ken ik niet meer. Mijn kinderen zijn zelf wat ouder. Maar dan denk ik, ik vind het zo leuk. En dan komen ze allemaal vraagjes stellen. En heel verlegen, de kinderen. Dus ja, ik doe het nog veel te graag. Dus ik denk nog niet aan het stoppen. Elisette, hoe sta jij erin? Nog steeds leuk, want ik speel ook mee met de jeugd. En inderdaad, waar je zegt, van als de jeugd dingen vragen, dan kun je antwoord geven of uitleg geven van hoe iets moet of hoe de grepen moeten. En we hadden net een limo ook over. 10 jaar maken we nog wel vol, denken we. Dus, ja, 10 jaar zijn we weer afgesproken in de limo. Ja. Els, dan vraag ik aan jou, heb je nog stoute plannen voor de toekomst met Harmonie? Stoute plannen? Ja, je hebt gewoon... Een heel braaf meisje. Nee, maar je hebt natuurlijk geweldige ideeën gelanceerd, waar je zegt, hè, Kids Proms, ja. Maestro. Toch wel een groot stem ingehaald. Ja. Nee, wat dat betreft, niet meer zo. Ik denk wel dat ik, wat dat betreft, dus Kids Proms, daar ben ik ook mee gestopt. Of het nog doorgaat, dat weet ik niet. Ik hoop van wel. Dus wat dat betreft, daar ben ik wel... een beetje klaar met dingen organiseren. Okay. Heb ik genoeg gedaan. Dus, dus mag weer iemand anders doen. Nou ja, gewoon lekker fijn blijven spelen en de betrokkenheid blijven. Ja, sowieso. Sowieso. Als er nog eens ooit de maestro komt, dan doe ik wel weer mee. Okay. Maar verder, betrokkenheid blijft sowieso. Ja, zeker. Nou ja, volgend jaar een jubileumjaar. Dus dan ga je natuurlijk zeker weer van genieten. Ja, ja. Nou, voor nu... De zaal zit vol. Dank. Mensen willen je allemaal feliciteren. Ik had de eer als eerste te zijn. Geniet van deze avond en ook heel veel speelplezier. Dankjewel. Oké, dankjewel.